ben Ralf Moses, de nieuwe directeur op de voedselschool. En ik wil aangeven dat de voedselschool het heel erg goed en zeer zeker ook heel erg leuk vindt dat de plaza, de Mark Lammers Plaza, hier kort bij is neergelegd. Hartstikke bedankt voor de komst en voedselschool, we zullen in ieder geval hier heel veel gebruik van maken. Hartstikke bedankt. Dank u. Beste mensen, je zal de directeur van de voedselschool zijn en meteen zo verwend worden. Die man die kent daar geen grenzen meer. Het is vandaag een hele fijne dag voor de Vlietberg. Ik ben er als burgemeester eigenlijk hartstikke blij om en ook trots op dat we op twee plekken iets laten zien waarin de wijk zich echt onderscheidt van de rest van de gemeente en meer nog van een heel groot deel van Nederland. Want de plek waar ik nou sta is de derde plek in Nederland waar een dergelijke voorziening getroffen is. Eentje helemaal in het noorden in Drachten, eentje iets meer naar het zuiden in Alkmaar en de beste hier in de Vlietberg. En dat is de beste. Ik zal je vertellen waarom. We weten allemaal dat dit speelveldje de naam van Mark Lammers heeft gekregen. Nou, we hebben Mark mogen lenen, zeg maar, vanuit de hockeywereld. En ook als burgemeester vind ik het af en toe fijn om zijn naam te kunnen gebruiken om te laten zien hoe fijn, hoe mooi, hoe aantrekkelijk en hoe sportminded deze gemeente is. En als je dat nagaat, dan kun je je realiseren, Mark heeft in Drachten en Alkmaar uitgeprobeerd wat goed is. En de fouten zijn eruit gehaald, de tekortkomingen, en daarom ligt hier gewoon het beste veldje van Nederland. En wat heel bijzonder is, is dat dit een speelveldje is en iedereen die tot nog toe speelveldjes gezien heeft, die wist dat dat gras was en op een gegeven moment gaat het gras slijten, wordt het vooral zand, hard, het wordt wel of niet onderhouden, dan komen honden op, de buurt let er in het begin wel op en daarna wat minder. Dit is een veldje dat heel veel kleuren kent. Hier is het fijn te weten dat voor jullie kinderen hier in deze buurt een speeltreintje is waar je kunt sporten, waar je onder het sporten allerlei weddenschappen kunt doen, waar je een beetje van kunt leren, waar je kunt zien en horen wat je kent, wat je weet. En dat is hartstikke fijn, want ik vind het als burgemeester ook heel belangrijk dat kinderen aan het sporten blijven. En op allerlei andere manieren, niet meer zoals vroeger, zoals je opa en oma bij wijze van spreken, maar zoals dat hoort bij deze tijd. En er hoort een beetje de computer bij, digitaal zeggen we. En dit is zo'n veldje. Dat kan praten, dat kan doen. En je ziet er niks aan. We moeten alleen zorgen dat de knop straks goed in gebruik genomen kan worden. En wat heel belangrijk is, en dat zou ik aan jullie willen vragen, ben er wel een beetje zuinig op, want dit is zo'n chic veldje. Dat heeft heel wat gekost. Het is heel bijzonder. En ik ga ervan uit dat de kinderen die hier gaan spelen, er ook voor zorgen dat het goed blijft, dat er geen misbruik van gemaakt wordt. En de mensen die nou hier staan, en de mensen die hier om dit treintje heen wonen, die zou ik ook willen vragen om er een beetje mee op te letten, bij op te letten. Want het is van ons allemaal samen. Wij hebben Mark Lammers en wij als gemeente met plezier dit veld hier aangelegd. En wij hopen ook dat het in lengte van jaren mee kan gaan. Want het is bedoeld om de buurt op te krikken, om jullie spelplezier, speelplezier te geven. En de ouders ook eens een keer uit te dagen. Want ook al bent u 40, ook al bent u 60, ook al bent u 85, zolang u maar met de hulp van anderen desnoods door over de rollator heen te klimmen hier weer inkomt, zolang mag u er gebruik van maken. Dus ik zou zeggen, ik weet niet wanneer het begint, 6, 7 jaar, misschien nog wel iets eerder, maar tot 80, 94, dat moet haalbaar zijn. Ik wens jullie allemaal een heel fijn gebruik en een heel plezierige nieuwe invulling van deze woonplek toe. En ik hoop ook dat de voedselschool in alle opzichten een voorbeeld mag zijn en van dit veldje gebruik mag maken. Ik geef graag het woord over aan de bedenker en de naamgever, aan Mark, die blij mag zijn dat hij in onze gemeente mag wonen, want het is een hartstikke goede gemeente. Maar wij zijn blij, Mark, dat jij nog steeds hier woont en we hopen ook dat je dat lang blijft doen, want dan kunnen wij ook met via jou scoren. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik ben ook geweldig trots dat ik in mijn eigen woonplaats nu ook een Mark Lammers Plaza heb. Het is geweldig. Ik ben hiertoe toch gekomen na de Olympische Spelen. Kwam ik terug en toen had ik iets meer tijd om ook thuis met mijn kinderen te spelen. En toen viel me op dat ze relatief weinig buiten aan het spelen waren. Veel achter de televisie, computer, PlayStation. Ik dacht, dat gaat niet goed. Dus ik vroeg aan mijn zoontje, kom jongen, we gaan buiten stoepranden. Toen zei hij, stoepranden? Pap, dat is saai. Heb je niet gezien wat op de computer kan? Toen dacht ik, nou luister, dan moet ik het heel anders gaan doen. En toen kwam ik toevallig het bedrijf Jallop tegen. En u ziet het daar staan, Jallop bij de knop. Er is het woordje play omgedraaid.
En die zijn heel erg bezig om kinderen op interactieve manieren uit te dagen om weer te bewegen. Vroeger speelden we ook altijd op straat, hè, een partijtje voetbal, een partijtje hockeyen of andere honkballen. Nou, dat wordt steeds lastiger, omdat die ruimtes er gewoon niet meer zijn. Dus die ruimtes moeten we creëren met z'n allen. En daarom dacht ik van, luister, ga samen met Jalop gaan we een veld bedenken waarbij kinderen ja, een beetje uitgedaagd worden om echt te bewegen in hun belevingswereld. Kinderen zijn veel bezig met beelden, met geluid, met kleuren. En ik bedacht vanuit het Nederlandse hockeyteam, als wij oefeningen deden en ik deed oefeningen op twee doeltjes, hè, de partijtjes zoals die altijd zijn met twee doelen, zoals jullie ook vaak zien, viel me op dat de speelsters altijd midden bleven stilstaan. Uiteindelijk hadden ze nog gelijk ook, want in het midden staat het doel van de tegenstander en van jezelf. Als ik met die speelsters ging spelen op vier doeltjes, dan moesten ze mee gaan rennen. Dus die hartslag ging omhoog. Dus ze gingen met vier doeltjes in 10 minuten meer verbranden dan op twee doeltjes. Hoe vaak zie je met voetbal niet hè, dat die jongetjes op een kluitje spelen. Dus met vier doeltjes, zul je zien, wordt er veel meer divers bewogen. En gaan de kinderen zelf keuzes maken. Keuzes maken van moet ik die kant op of moet ik die kant op. Terwijl als je maar één doeltje hebt, is er maar één kant. En zul je daar ook merken, kinderen bewegen veel meer, maken zelf keuzes. Kinderen moeten zelf nadenken om zich te ontwikkelen. Ja, nog één rode, En nu ligt rood ervoor. Dus 3 even rood. Dan moet je de groene proberen een doeltje te verdedigen. Oeh, bijna. Ga door, ga door. Oeh, snel de bal pakken. Dat is risico. En weer door. Zo ja, eroverheen springen. Dat deed je vroeg op straat ook. 3 + 6 = 8, 9. Ja, tik hem aan. Hard tegenaan tikken. Ja, en terug. 7 - 4 = 3. 4, 5. 7 - 4. Ja, rennen. Tik hem aan en snel terug. 10 - 6 = 3. 4, 5, 6. Goed zo, rennen. Ja, en terug. 8 - 5 hey, is knap, hè? 2. En als je 4 leven zet, dan moet je eruit en gaan ze nog met z'n 3 door. Ja, en scoren! Oh, mooi, 3 levens voor Gil. Het is 3-3-3. Hoi, oh, ga door. Ja, het publiek wordt geraakt. Applaus voor de burgemeester. Oh, 2 levens nog. Bedankt en ik hoop dat de kinderen nog heel lang spelen.